Ange Jesrun van het boek Fayalobi heeft vanmorgen in de universiteitsbibliotheek een presentatie gehouden. De bibliotheek heeft deze boekpresentatie in samenwerking gedaan met de schrijversgroep 77. De auteur vertelde het verhaal van 200 jaar vurige liefde in de diaspora, waarbij zij in haar onderzoek is tegengekomen dat de slaveneigenaar van toen enkele slaven heeft vrijgekocht. En toen heb ik ook gezien dat Emilia in 1855 zijn ze gekocht door meneer Kullen. Dus die plantage, Klein Charlottenburg, zag ik toen ook pas in de database, zag ik op van welke plantage zij waren. En in 1859 zijn ze vrijgekocht, dus hij kon niet haar, in ieder geval niet haar vader zijn geweest. Ik moest hem vergiffenis vragen en haar. En toen liep ik met mijn ziel onder mijn arm van, waarom laat iemand 7 mensen vrij? En ik sprak met iedereen die het wilde horen en mensen die het niet wilden horen ook. En toen zei een vriendin van, oh, maar als Kullen een herrenhutter was, die waren tegen de slavernij. En ik heb toen gezocht, en toen inderdaad was hij een Duitse koopman. En zag ik dat hij vaker mensen heeft vrijgekocht, maar niet 7. Dus er is toch nog steeds een raadsel voor mij. Ja. Nou, dat echtpaar krijgt 4 kinderen, waaronder mijn oma, Wilhelmina. Jesrun weergeeft verder het verhaal van haar Chinese voorouders en hoe die toentertijd dacht over huwelijken en hoe de familielijn verder moest lopen. Ja, mijn oma Wilhelmina, dat is een van de kinderen van dat echtpaar. En omdat zij het meest Chinese trekken had, wilde haar vader, die dan een winkeltje had op Saramaca, die Chinees die dus was naar Paramaribo was gekomen, die wilde haar geen toestemming geven om naar de ULO te gaan in Paramaribo. Zij moest bij hem blijven en met veel moeite, hij wilde haar uithuwelijken, net als eerste dochter aan een Chinees, want hij zegt, die zijn rijk. En met veel moeite heeft zij mijn opa leren kennen en heeft ze toestemming gehad om met hem te trouwen. En dat is Charles Jesseroen. Oké, ik ga een beetje snel. Nou, dat gezin krijgt 7 kinderen. En hier is een foto. Ze woonden op een gegeven moment in de Ladesmastraat. En ja, dit is een foto van de opa en oma. En aan de voorkant, eerste, dat is tante Ange. Die kleine peuter, dat is oom Rudy, die heeft ons de foto's gegeven van Emilia en van Franciscus. Fayalobi is het eerste Nederlandstalige boek van Ange Jesrun en is gebaseerd op waargebeurde verhalen, herinneringen en historische documenten.